Piet. Vandaag gaan we in deze vlog een tatoeage tekenen. We hebben zwart nodig. We hebben rood nodig. En we hebben even zoeken groen nodig. En voor de zekerheid hebben we ook een slijper nodig. Die ik, en natuurlijk ook een schrijfpotlood. Dus ik zou zeggen, we hebben zwart, rood en groen. Een schrijfpotlood omdat we vandaag een bloem gaan tekenen. Even kijken, ja. We draaien ons blad zo, dat het mooi lang voor ons ligt. En dan gaan we eigenlijk eerst de deel tekenen. Nero, meneer Nero! Zo. Zo. We zien dat jammer genoeg niet. Zo. Sa! Zo. Nu ben ik druk bezig met de steel. Ja, waarom overloop ik nog voor die dikke rand te kunnen krijgen? Nu doen we dat die mooi. Maken dat een mooie draft is. Wij weten het nooit meer recht goed, maar voor één keer doe ik dat wel. Zo. Dan ga je hier het eerste blad tekenen. Ja. Zo. Dat is ons eerste blad. Blad nummer 2 is aan de andere kant. Ik had het zo onthouden, de rechterkant eerst, de linkerkant is er dan na. Dan doe je dat mooi toe met een streep en nu heb ik een soort van twee ogen dat er al verbonden staan. Zet je hier zo een dik blad ertussen. En hier zo. 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 Weet je wat ik doe? Zo. En hier is nog één. En de bloem is af. En wat gaan we nu doen? We gaan nu natuurlijk hier eerst een blad aan doen. Zo. Zo, aan de andere kant ook een blad. En dan gaan we dat eigenlijk mooi inkleuren. Je hebt eigenlijk bruin nodig, sorry jongens. Dus zo'n bruin. En je kleurt dat gewoon mooi in. Alleen de steel in bruin, hè. Dan gaan we dat rap doen. Zo. Zo. Nee.
Zo. Dan mag je brein wegdoen, jongens. Nu heb je dat. En nu vraag je je af, wat is die twee en deze? En dat zijn nog de bladeren. En nu gaan we alle blaadjes mooi rood kleuren. Zo. Zo. Ik werk gewoon graag van de buitenkant naar de binnenkant. Behalve het middelste gaan we nog niet inkleuren. En het middelste is dit. Gaan we nog niet inkleuren. Zo. Tja, tja. En dan middelste gaan we wachten op het laatste. Zo. En normaal moet je daar nu al zo'n lichte bloem kunnen uithalen. Hou nu eerst dat groen. Zie je, dat wel echt mooi donkergroen zijn voor die bladeren. Zo. Zo. En nu gaan we het laatste ook rood. Zo, en je kan de lijn eventueel nog overlijnen met zwarte stift of zo, of met iets anders zwart. Maar in deze vlog ga ik dat niet doen. Ik ga dat doen in de volgende vlog, ga je het resultaat zien. Hoe dat gekomen is, dus ja, vond jullie het een leuke tekening? Abonneer en like als jullie het leuk vonden. En ja. Bekijk mijn andere vlogs ook dat ik ga maken over tekeningen, over dat leuke dingen tekenen. Een tattoo tekenen. Dus hierbij sluit ik mijn vlog af. En hopelijk vond je het super leuk. En ik zeg altijd, dada!